Dat hele idee van die geopolitici: dat je ruimte nodig hebt, Territor. groosraam, levensraam, nee. Je kunt met verdomd weinig levensraam toe. Met volwassen, kunt u mij horen? De geopolitiek. Ja, daar moeten we nog, toch nog enige aandacht aan besteden. Uh, vond ik ook op basis een beetje van uh, dat boek van Overy. Want dat gaat in zekere zin, in kritische zin, over geopolitiek. Want eh, in feite zegt hij de Tweede Wereldoorlog, die natuurlijk in de meeste oorlogsboeken over die oorlog loopt, die van 1 september 1939 tot 15 augustus 1945. Ja. Maar dat zegt hij, dat is niet juist, je moet dat anders beschouwen. Het was een imperial war, dus het moet beginnen bij het zogenaamde Mugden-incident. Dat is een beetje een lullige provocatie van het Japanse leger. Die hebben daar een spoorlijn opgeblazen. Nou ja, het, het had nauwelijks enig effect. Eh, maar de, de, de bedoeling was om te zeggen, ja dat hebben Chinese eh, opstandelingen hebben dat gedaan. En, en dat hebben ze gebruikt als aanleiding om hun veroveringsoorlog in China te beginnen. Die het meest gruwelijke resultaat heeft gehad zoals ik al zei. En... Japan was de eerste van drie mogelijkheden in de jaren dertig die ontevreden waren over hun positie in, laten we zeggen, de, de, de wereldorde. Namelijk Japan, Italië en Duitsland. Italië was wel ontevreden en wilde ook een wereldrijk opbouwen, maar beschikte eigenlijk niet over de mogelijkheden. Maar die andere twee hebben het de wereld ontzettend moeilijk gemaakt. Want in feite, hun imperiale ambities hebben tenslotte geleid tot het moment waarop de Tweede Wereldoorlog begint. En waarop in, in, in de Pacific de Amerikanen zeiden: dit is niet langer acceptabel en, en met sancties tegen Japan begonnen. En in Europa natuurlijk Frankrijk en Engeland, die besloten dat het nu wel mooi geweest was met de expansiepolitiek van Hitler. Niet waar dat zij de uh, integriteit van Polen zouden erkennen en daarmee. Zou een aanval op Polen ook het begin van een wereldoorlog zijn? Zo gezegd, zo gedaan. Maar de vraag die zich hier opdringt, waarom, waarom wilden die drie lui eigenlijk een imperium hebben? Wat, wat, wat was daar nou het fijne van? En dat heeft te maken met geopolitieke denkbeelden. Namelijk dat een land eigenlijk, een natie, eigenlijk pas betekenis had als die natie een imperium had. Want zo'n groot raam, zoals de Duitsers dat noemden. Want zo'n groosram ram gaf ook levensram. Ja, het zijn allemaal een beetje onsympathieke Duitse termen. Eh, een, een echte vitale natie had levensram nodig. De Duitsers beweerden ook dat Duitsland een volk ohne ram was. Nou heb ik heel wat busreizen in Duitsland gemaakt, met name daar in het centrum. Dat je denkt, hier kunnen zo moeiteloos nog 20 miljoen mensen bij. Eh, dat, is niet, dat is een voorkomend geschrift idee. Je begrijpt hoe dit kwam. De meest aanzienlijke natie in de wereld. De natie met het meeste aanzien moet ik zeggen, was natuurlijk Engeland. En de British Empire. The biggest empire ever. Enzovoort, enzovoort. Dat was het idee. Iedereen wou op Engeland lijkt. Frankrijk had natuurlijk ook een vrij omvangrijk koloniaal imperium. Maar het Engeland was toch eigenlijk het grote voorbeeld. In het Imperium gaf je toegang tot grondstoffen en gaf je natuurlijk ook toegang tot het fijn overheersen. Van andere volken. Veel dommere volken. Veel, veel binnen vitale volken. Ja. Die kon je dan gaan opvoeden. Nou ja, macht dus. Ja, macht. Graf macht. Zo kun je het wel zeggen. Ja. Dus die drie naties hebben dat eigenlijk de hele jaren dertig hebben dat nagestreefd. En dat leidt uiteindelijk dus tot de Tweede Wereldoorlog. Eh, waarin beide die drie naties werkelijk kapitaal en totaal verloren hebben. En, en aan het eind in 1945. In feite een enorme wrakke boel waren. Denk aan de bombardementen op Japan, die van, ook van een gruwelijke aard zijn geweest. Denk aan het feit dat glaub, 72 Duitse steden ingrijpend gebombardeerd zijn door de Amerikanen en de Engelsen. En dus van die imperia was er natuurlijk niks over. Hè? Sterker nog, je kunt eventueel zeggen, al, al kun je dat ook kritisch zien. Dat in Oost-Europa, in plaats van dat er een, een Duits imperium ontstond. Want dat was het idee van de Duitsers. Zij zouden Oost-Europa en het westelijk deel van de Sovjet-Unie. dat moest het Duitse imperium worden. Dan zul je ja, afvragen, wat moest er met die mensen gebeuren die daar woonden? Nou, die konden grotendeels verhongeren wat betreft de Duitsers. En wat er nog over was na een paar decennia, dat zou het slachtoffer worden van ethnic cleansing. Kortom, die zou gewoon opgeruimd worden. Daar kwam het grote trek op neer. Maar goed, dat was allemaal klaar. Dit was voorbij. En nu, nu het wonderlijke. Want de geopolitieke denken, denken nou ja, als je een perium kwijt bent. Wat moet je, wat je met grondstoffen en overheersing? En repressie, al die fijne dingetjes niet waar, waar mensen zich schuldig aan kunnen maken. Maar kijk nou eens wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat is hoogst interessant, De feit dat de twee grote verliezers van dat conflict, Japan en Duitsland, Duitsland ietsje eerder dan Japan, maar goed, ze hebben toch dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een industrie hebben ze gereorganiseerd, efficiënter gemaakt. En beide landen hebben zich ontwikkeld tot ongekend succesvolle exportmachines. Zo kun je het eigenlijk het beste noemen. Duitsland is tot, tot nog tot tien jaar geleden was Duitsland de grootste exporteur ter wereld. En ondertussen natuurlijk de China gep gepasseerd, maar ook het R-spectrum kwijt. Dus hier zie je wat een kletskoek geopolitiek is. Dat je helemaal, je scherm gaat zomaar sympathiek naar beneden. Ja. Die besluit gewoon aan een uurtje dat het wel mooi is geweest. Dat zal zo ingesteld zijn, ja. ja. <laughs> Wonderlijk. Net zoals een lampje op een gegeven moment automatisch in de auto. Ja, al die auto's tegenwoordig die hebben een soort eigen denkvermogen. Hè? Ja, ja. ja, mijn auto heeft het ook, dat hij ineens in de motor start. Je denkt: nou, hallo, hoe zit dat precies? Ja, dan koelt ja. cool hij waarschijnlijk te veel af en dan ja, gaat hij Ik heb geen idee. Maar hier in ieder geval gebeurt dat dan en ben je toch altijd weer verrast. Ja, um, ja. dus wat zie je? Je hebt zo'n imperium helemaal niet nodig. Sterker nog, Japan en Duitsland zijn veel en veel succesvoller geworden na de Tweede Wereldoorlog. Toen ze al die imperiale ambities niet waren gedumpt, moest, moesten dumpen en kwijt waren dus ook. Maar mag je dan zeggen, met dank aan de oorlog en de ellende die dat heeft opgeleverd, is dit gebeurd? Nou ja, als je het zo wil formuleren, dan kan het. Maar ik wijs er maar op dat er ook toen het, het, de wens om een imperium te hebben toen dat nog een populaire opvatting was, toen dus geopolitici nog dachten dat dat enorm belangrijk was. A, imperia eigenlijk al op hun contouren waren. Het Engelse imperium had in de jaren twintig al grote problemen. En B eigenlijk er nooit door de geopolitici samenhangend is bewezen dat zo'n imperium enorm nuttig is. Want ondertussen heb jij al zitten denken natuurlijk, maar is het niet zo? dat Nederland ook een imperium had. Ja, zeker. We hadden een omvangrijk imperium. En je weet dat dat vanaf de zomer van 1945 ontstond daar een nationale eh, beweging. Die wilde dat wij opdonderden en dat Indonesië, de gordel van Smaragd, ons Indië, dat dat een zelfstandige staat zou worden. Eh, het wonderlijke is, daar hebben wij ons fors tegen verzet. Wij, wij. Want wat zeiden wij? Indië verloren... Rampspoed geboren. We hebben hier verloren, zoals je weet, in 1949. De nog daar resteerde de spijt op tanden zijn er door Souquano uitgelazerd vanwege Nieuw-Zeeland. Ja. Hebben wij daar veel last van gehad als Nederland? Zijn wij rampspoed geboren? Nee, totaal niet. Nederland heeft zich na de Tweede Wereldoorlog ook in economisch opzicht uiterst voorspoedig ontwikkeld. Waarom was dat beeld dat toen? Engeland. Ik denk het voorbeeld. Het, het is een beetje te vergelijken met het, het, het World Economic Forum. Dat heeft een lijstje van meest succesvolle landen ter wereld. In economisch opzicht. World Economic Forum. Wij staan ook altijd in de top 5 of zo. Nederland doet het meestal goed. Maar dat lijstje is eigenlijk altijd geënt op succes wat al in het verleden behaald is. Want je moet het ergens aan meten. Ja. Heel vaak zetten ze een land erin wat het goed doet. En dan zetten ze dat land erin en dan een paar jaar later blijkt dat het land het ondertussen helemaal niet goed meer doet. Dus dat, je hebt daar. Het is heel moeilijk om. want is heel lastig om te zeggen waar dat precies aan te wijten valt. dat een land zo succesvol is. Maar het is maar heel zelden zo dat succes ook voor de lange termijn geldt. Eigenlijk weet ik maar een heel, heel interessant voorbeeld. En er was meer waarschijnlijk, maar goed. Namelijk Nederland zelf. De Nederlandse Republiek was al in de 16e eeuw, vandaar dat we onze eigen opstand tegen de Spanjaarden konden betalen. En hoe? Waren wij een enorm, economisch gezien een enorm succesvol en rijk land. Wij zijn waarschijnlijk toch gedurende een eeuw of drie het rijkste land ter wereld geweest. We zijn waarschijnlijk pas gepasseerd door Engeland. In de vroege 19e eeuw was natuurlijk in Engeland de Industriële Revolutie begint. Maar de Industriële Revolutie was natuurlijk veel belangrijker dan dat hele zogenaamde Empire. Hè. Wel belangrijk, maar altijd overschat. Omdat geopolitici altijd denken dat territorium, hè, hoe groter het territorium, hoe machtiger je bent. En nu komen we aan nog een puntje van eh, de geopolitiek. dat... Een van de belangrijkste voorlieden van het geopolitieke denken was een de meneer McKinder. En die McKinder zei: Ja, die wereld zit raar in elkaar. Je vestigde daar straks ook al de aandacht op. Omdat natuurlijk zo'n enorme, zo enorme landmassa heel hoog op het, op het uh, noordelijk deel van de planeet ligt. Dat is overigens een betrekkelijk nieuwtje. Want je weet dat die continenten die bewegen en op een hele ingewikkelde manier. En het zal het eeuwig zo blijven? Nee. Maar de plaats van die continenten op de planeet hebben wel een heel belangrijk effect. Bijvoorbeeld op klimaat, zeestromen, op ah, van alles en nog wat. Er zijn tijden geweest dat het heel anders lag, die continenten. Er zijn tijden geweest dat de planeet stukken warmer was dan die nu is. Zo goed als de tijden zijn geweest dat de planeet stukken kouder was dan die nu is. He? We bevinden ons nu nog eigenlijk in de naweeën van een ijstijd. In die zin dat er nog een hoop ijs is zei het dat het bezig is te smelten. Als het allemaal smelt, je weet het, dan stijgt de zeespiegel 70 meter, dus dat is voor Nederland wel een beetje een handicap. Alleen duurt dat 4000 jaar, dus nou ja, eh, wat kan er niet in 4000 jaar? Moet je denken hoe het hier was 4000 jaar geleden, op deze, op deze plek hier. Eh, dit was een wild moeras, eh, met misschien wat rivierduinen, her en der, zo'n hutje, wat vissers, dat, dan heb je het wel zo'n beetje gehaald, maar goed. Um, ik dwaal af. Wat zijn mijn kinderen? Die zeiden, ja kijk dat, Eurasie, dat is het wereldeiland. En als je dat beheerst, dan, dan beheers je de wereld. En dan moet je ook nog de kern van het wereldeiland moet je beheersen. De kern is eigenlijk Oost-Europa. Nou Ja, zo'n beetje het gebied wat de Duitsers aan zichzelf hadden toegedacht als nieuw imperium. Want de Duitsers waren pissig dat ze al hun kolonie hadden verloren na de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, ze zagen wel in dat ze die kolonie niet terug zouden krijgen van de Fransen en de Engelsen en van de Volkenbond. Dus zij dachten dan maar een imperium in Europa. En wie zijn tenslotte daar de baas geworden na afloop van de Tweede Wereldoorlog? De Russen, namelijk de Sovjet-Unie. En nou kun je zeggen: nou ja, de Russen zijn, en die beheersen dus dat, dat, dat kerngebied in het wereldeiland. Dus zijn ze de baas in het wereldeiland. Dus zijn ze de baas in de hele wereld. Nou wilden ze dat misschien wel worden, maar dat zijn ze nooit geworden. En ook de Sovjet-Unie is een klassiek voorbeeld van een land. wat, laten we zeggen, ook zijn veiligheid gezocht heeft. in een cordon sanitair, wel begrijpelijk enzovoort. Maar wat natuurlijk in economisch opzicht in feite de boot gemist heeft. Hun militaire spullen waren wel goed en zo. En overigens vaak veel primitiever dan we wel dachten. Je hebt dat beroemde verhaal. Je hebt zo'n samenwerkingsproject gehad met, die, met dat Apollo-project. Waardoor ook Amerikaanse astronauten, dus bij die, bij die cosmonauten van de Russen, konden gaan kijken. En die zeiden: nou, dat die Russen naar boven durven in deze apparatuur, dat, dat, is, dat is pas heldhaftigheid. Dat is echt ongelooflijk. Ik weet niet precies wat er dan zo wrak was aan die, aan die Russische apparatuur. Maar de Amerikaanse astronauten waren er diep van onder de indruk. Dus heeft Rusland iets als je even geopolitiek denkt, zouden de Russen in feite de overheersers van de wereld moeten zijn geworden. Waarom zijn ze dat niet geworden? Omdat ze drie en drie niet met elkaar op kunnen tellen. Nou ja, omdat, omdat hun economische opvattingen er niet waar geleid hebben tot, een, een, ja, tot stilstand en tot gebrek aan innovatie. En, uh, ze hebben alles fout gedaan wat je menselijke wijs fout zou kunnen doen. We hebben het er al over gehad in verband met Poetin. He, ook voor Poetin geldt. In plaats van dit eindeloze gekloot en die dreigementen en die repressie, he, zorg dat je de boel op orde hebt. He, dat je begrijpt toch wel dat die stikloos is op die Chinezen. He, die plotseling natuurlijk wel een, een zeg maar mondiale macht kunnen uitoefenen. Dat hebben ze niet. Dank te, aan het feit dat China zo groot is, China is namelijk ook. He, je weet het grootste land ter wereld is Rusland. Ja. De Russische federatie. in Nou ja, Rusland zelf, de Russische republiek. En dan is, geloof ik, Canada nummer twee. En de Verenigde Staten en China zijn praktisch even groot. Dat is al interessant. Een beetje andere plek. Uh, maar ze hebben ook allebei een hele massa woestijn waar je geen kloot mee kunt en zo. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Hè? Want het blijkt in toenemende mate wat belangrijk is, is hoe je je samenleving georganiseerd hebt. Heb je het waardeloos georganiseerd, dan heb je chaos en staatsgrepen. en en komt nergens iets van terecht. Hè. En ga je aan de slag om het goed te organiseren? Kijk naar China. In 40 jaar hè, van, een, van een volkomen krakkemikkige derde wereldstaat. niet waar, de, de absolute nummer twee in de wereld. En misschien al, als je kijkt naar koopkrachtpariteit. is de Chinese economie waarschijnlijk groter dan de Amerikaanse economie. En. Neem de Verenigde Staten, een reusachtig land. Als je, als je, jij bent er nooit geweest, hoor? Ja, wel, ik ben er geweest. Oh, je bent er wel ja. eens geweest. Nou, ik kan iedereen aanbevelen: het leukste in Amerika is huren een auto ja. in New York en rij gewoon naar Californië. En wat merk je dan op? Namelijk nou, dat aan de kusten dat daar, daar een enorme vitale economie is. En mensen ook een min of meer normale indruk maken. Ja, en dan heb je de Great American Heartland, wat natuurlijk een beetje een dode boer is, wat ook leeg loopt. Hè. Dus je hebt eigenlijk voor economische vitaliteit heb je helemaal niet zo verschrikkelijk veel ruimte nodig. En dat, dat, dat hele idee van die geopolitici: dat je ruimte nodig hebt, territorium, raam, levensraam. Nee, je kunt met verdomd weinig levensraam toe. je je nog een praktisch voorbeeld Nederland zelf is een uniek voorbeeld van hoe je met verdomd weinig levensraam toe kunt, toch? Ja. Ja, dat is stellen. En bovendien, zoals we al gezien hebben, economisch zijn wij enorm succesvol. Over zelfs een hele lange periode. Uh, maar nu even naar China. Je hebt daar in het oude kanton. Dus waar zeg maar, daar, daar ligt uh, het? Hongkong. Ligt daar. En daarboven heb je een plaatsje in Shenzhen. En dan heb je een plaatsje heet Guangzhou of zoiets dergelijks. Mijn Chinees is ook niks waard, natuurlijk. Maar goed, daar ligt op een territorium wat de helft van de oppervlakte van Nederland beslaat. Dus dat is niet groot. Hè. Ligt een gebied, daar wonen, ik meen, 62 miljoen Chinezen. 62 miljoen is op de helft van de oppervlakte van Nederland. Dat is de meest productieve regio ter wereld. Hè. Daar zie je dus. He? Eigenlijk is Hongkong zelf al een mooi voorbeeld van. Nou ja, je weet hoe dat eruit ziet. Dat zijn een paar lullige eilandjes. Dan heb je dat achterland en zo. Trouwens, He? Hongkong heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het achterland. Daarom is het ook zo'n klote streek dat ze dan. Nou ja, ja, je begrijpt dat ik. daar volgens mij, heel veel mensen begrijpen totaal niet wat die zie in Bing, wat, wat die man precies bezielt. Of dat goed blijft gaan, dat is maar de vraag. Maar goed, mijn hele punt is dat het hele, het hele idee dat territorium, levensraam, een Groosraam, zoals de Duitsers ze zo fijn zeggen, dat dat iets zegt over je economische succes. Dat zegt namelijk niets over je economische succes. Je kunt een reusachtig land hebben en. Nou ja, het hangt natuurlijk ook vanaf hoeveel mensen je in dat reusachtige land hebt wonen. Hè en wat de omstandigheden zijn, klimatologisch enzovoort. Maar in principe kun je op een zeer beperkte oppervlakte een ongekend vitale en dynamische economie bouwen. Maar die inzichten die waren er toen misschien in die tijd nog niet. Nee, want ze wisten, nou ja, aan de andere kant, dat... dat het, het, ik weet niet precies hoe ze aan die... Ik zou dat eens nader moeten bestuderen, hoe die met kinderen aan zijn waanidee is gekomen. Je had natuurlijk ook nog weer heel andere uh, geopolitici, je hebt ook die man Mehen geheten, die zei juist dat je, dat je de zeeën moest beheersen en niet, niet het wereldeiland. Dus je ziet, het was allemaal gelul. En hoe, hoe zag hij dat dan voor zich? Nou, Mehen dacht dat je, als je de wereldzeeën beheerste, dat je dan in principe ook de, de, de belangrijkste macht ter wereld was. En je begrijpt waarop dat weer opgeënt was op Engeland. Wat natuurlijk tot heel ja. lang, tot ik denk tot het begin van de. Maar misschien al, loop van de Eerste Wereldoorlog. had Engeland ook de grootste vloot ter wereld. Ja. Kijk, Engeland was natuurlijk tot. Engeland is een betrekkelijk klein land. Want Schotland, nou ja, weet je, de samenheidevelden en patrijzen. dus daar had je geen zorg en zak aan. Uh, Ierland is jarenlang onderdrukt, dat was economisch ook betekenisloos. Als je ooit in Wales bent geweest, dan weet je hartstikke leuke heuvels, maar dat wordt verder niks. Nee, Engeland, Engeland zelf, het, het vitale hart van de allereerste industriële revolutie, dat is een relatief klein gebied, dat, ja. dat zijn de Midlands. Hmm. Hè, dat is Birmingham en Manchester en die kolenboer aan de andere kant. Hè? En iedereen was natuurlijk stom verbaasd. Dat een relatief klein land met een bevolking die toen niet zo heel veel meer zal geweest zijn dan aan 20 miljoen, schat ik. Niet waar zich had, had ontwikkeld tot verreweg de belangrijkste ja. en meest imposante natie ter wereld. Het Victoriaanse Engeland. Dan nou, speelt natuurlijk de samenstelling van de bevolking ook nog wel een rol. Want met, met te veel oude mensen kun je natuurlijk niks. Nou het gekke is dat Engeland natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen geëxporteerd heeft naar Australië. Naar Nieuw-Zeeland, naar Canada. wat voor mensen Canada, waren dat? Nou, ik denk totaal... Kijk, Europa heeft in de 19e eeuw tientallen miljoenen mensen geëxporteerd. Omdat Europa straatarm was. Ja, als jij een, een, een arme landbouwer was in Sicilië, die, die om de vijf jaar die, die dreigde de hele familie aan de honger dood te gaan. Dan dacht je, weet je wat ik doe? Ik emigreer naar de Verenigde Staten. En dat is wat ze deden. Ik weet niet hoeveel Italianen niet naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. Maar dat waren er miljoenen. Idem dito Argentinië. Neem de huidige paus. Dat is een zogenaamde Argentijn. Maar dat is gewoon een, een zoon van Italiaanse ouders. Ja, een zoon van immigranten. Ja, je weet dat er wordt altijd geklaagd dat al die Italianen maar paus worden. Dus toen dachten ze, weet je wat? We hebben een Italiaan, dat is dat. Je ziet het niet zo, het is een Argentijn, maar eigenlijk is het een Italiaan. Zo is het gegaan, denk ik. Ja. Dus ja, het, het territorium zegt niks. Groosruim is lulkoek. Je hebt helemaal geen groesraam nodig om een vitale economie op te bouwen. Kijk even naar wat post die binnen is gekomen. De post. oké. Okay. Ik wil even opmerken, zegt iemand, dat de luisteraars die zijn afgehaakt vanwege Maarten's opmerking over de overleden antivax-voorman geen geschikte luisteraars zijn voor deze podcast, omdat ze de nee, ironie hiervan niet begrijpen. Heel vervelend voor die man, maar wel zijn eigen domme schuld, zegt Rogier Zaagman. En hij ja, stel... Zaagman heeft daar wel weer gelijk in, denk ik. Maarten sleept mij de week door, schrijft hij. Dan hebben we hier een berichtje van uh, iemand die sinds kort aan het luisteren is. En die zegt: Ik race lekker door de afleveringen heen. Ik geniet met volle teugen van de stofpot van bestaande. Of nee, de stofpot bestaande uit actualiteiten, geschiedenis en volstrekt slap ja, um, Daar kan ik me niks van voorstellen. Maar goed. Ja, right, dit is grappig. Hier worden de frietjes nog eventjes aangehaald. Is ook iemand, dat is eventjes een wat bredere discussie. Of jij van het kamp friet of patat bent. Ik geloof dat ik friet zeg. Ja, ik zeg dat ook, maar er zijn ik mensen heb, die ik zeggen... Ik heb wel een vijf, met enige regelmaat gezegd, een dag zonder friet is een dag niet geleefd. Ja. Ik heb gisteren al gegeten. dat is natuurlijk wel ja, heel belangrijk. Eh, heb je al gegeten gisteren? Nou, ik geloof dat we gisteren... Nee, gisteren hadden we een, een roer-eitje, daar vind ik ook dol op. Wij eten betrekkelijk weinig vlees. Um, maar ja, dus ik geloof de veganisten mag je ook geen eitjes eten, toch? Volgens ja. mij niet. Nee, nee, alles nee wat uit ik dieren zeg, dat mag dat... eigenlijk ook niet. Maar de dag daarvoor, dacht ik, hadden we heerlijke frietjes. Oh, ja. heerlijk. Nou, goed, ze ben... moeten klein en knapperig zijn. Hè? Dus die, die grote, weken frieten, dat is. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat hoeven wij helemaal dan niet. Dan moet je ze even de over doen nog. Ja, ik, ik, ik blijf bij elke discussie over, over de eterij. Voordat je het weet, moeten we die van Beckhoven uitnodigen. Die gaat dan hiervoor in gaan, die sushi zitten maken, oh, ja. maar dat gaan we niet doen. Nee. Dit is dus Sebastian, en die is dus aangekomen bij een aflevering. En uh, daar komt hij een wanklank tegen, want hij zegt: Ik ben zelf een persoon met uh, asperger. En uh, je zou kunnen zeggen dat mensen met autisme minder goed met andere mensen om kunnen gaan. Echter kunnen andere mensen ook minder met autisten omgaan. Het uh, autisme heeft een naar maatschappelijk stempel, waardoor de gemiddelde Nederlander op mensen met autisme neerkijkt. En gelooft dat de gemiddelde autist een uh, simpleton is, zonder meer dan een uh, bazaal begripsvermogen. Maar daar wil hij dus eventjes tegen, nou, in ieder geval tegen in het In brede gebieden. zin wil hij daar tegen waarschuwen. Ja. En misschien kan ik hem troosten met de gedachte dat heel lang geleden... Stond er voor het eerst, ja, dat autisme is ook, dat werd vroeger niet benoemd. Stond er ineens een stuk in de kwaliteitskrant ook weer over het autisme. We hebben het hier over 25 jaar geleden of zo. En het, nou goed, autisme is een heel breed spectrum. Je kunt het heel erg hebben en, en matig en zo. Dus ik zei tegen mijn echtgenoot, Dan moet je kijken, een interessant stuk over autisme, moet je even lezen. Dus zij leest dat stuk en zei toen: In jij blauwe, bent zelf ook een autist. Dus ja, veel mensen hebben mij ook voor autistisch versleten. Dat wordt wel vaker is een soort van modewoord, toch? Wat vaak gebruikt wordt. Ja, ik geloof dat mijn moeder mij ook wel vrij autistisch vond. Voor ze er daar ooit over nagedacht. Maar er zijn op internet uh, uh, testjes die je kunt doen, hè? Die moet je dan invullen. Ik doe nooit een testje. Ik kan, kan ze niet. Ik heb niet eens een DigiD. Dus, uh... Nee, maar dit kan wel zonder DigiD. Moet je op Google dan intikken. Maar ja, de vraag is: wil je dat? Hè? Het is een wonder dat er iets zonder DigiD kan. Ja, nee, best wel veel. Riek Goossens, is de huidige situatie in Oekraïne vergelijkbaar met de situatie in Georgië vlak voor de Russische inval in 2008? Nou ja, dat zou je eventueel kunnen zeggen. Maar ja, kijk, Georgië is geen, geen Oekraïne, Dat is een kattengevecht. Uh, jongen, jongen, jongen. Ja. Kijk, dat is het gekke, dat die katten geloven nog wel aan geopolitiek. Ja, ja. Want die geloven aan territorium. Die, ja. die beschermen hun territorium. Ja, ook machtsverhoudingen. Want je ziet dus dat die kleine grijze. Dat is die brutale kat die bij ons ook hier naar binnen wou klimmen. <laughs> dat hij nu een kat uit de straat achter dat is Kees. ons weggejaagd heeft. Ja. Kees heet die. Ja, nee, die nee. is het. Ja. Dus, maar die zijn heel, de katten zijn territoriumgevoelig. Maar je was bezig over Georgië. Ja, Georgië was natuurlijk een veel kleiner land. En daar was bovendien een intern conflict. Hè, met zo'n zo stukje wat we niks van Georgië moest hebben. Wat binnen Georgië leest. Dus daar waren. De omstandigheden veel voor de hand liggen om het even aan te pakken. En die Georgiërs erop te wijzen: jongens, jullie moeten geen lid van de NATO worden. Oké. Okay. Dat hele gedoe, of die NATO, dat, daar had de jonge Bush sowieso wel heen denken. Nooit over moeten beginnen. Die, die regering, had nog eens een keer gezegd: nou, leuk idee. We maken al die lui lid van de NATO. Maar nou ja, je begrijpt dat die Russen daar natuurlijk een hele lelijke schok van kregen, van dat idee. Kan ik me best voorstellen. Ja, en Rick zegt ook: van als je dus naar dat conflict in Georgië kijkt, kun je een beetje voorspellen hoe de huidige crisis gaat aflopen. Nou ja, dat stelde ook niet zo verschrikkelijk veel voor. Als ik het me goed herinner. Nogmaals, ik denk dat Poetin er voorlopig op mikt. om, eh, laten we zeggen, met bluf en druk eh, iets te bereiken wat die, waarbij hij dan geen oorlog hoeft te voeren. En als het al een oorlog zou worden, dan moet je ook denken aan, aan provocaties, eh, betrekkelijk beperkte acties, zou ik zeggen. Ja. We, we hebben het al eens een keer gezegd. De Oekraïne is een enorm land met een hele omvangrijke bevolking. Die zich in toenemende mate afgezien van die oostelijke provincies, niet waar vervreemd heeft van het huidige Rusland. Heel begrijpelijk ja. ook. Tom Marks uit Roermond, die heeft de aflevering gehoord waarin het ging over de stofwisseling. En hij zegt, mensen, dat ging over de schildpadden. Dat had jij gelezen, ja. dat die een hele trage uh, stofwisseling... Ja, ik de boektitel van dat boek over de schildpadden. Oh ja. Het is een... Vrij recent in Nederland verschenen boek, ik zou maar zeggen, twee jaar geleden of zo. Ja, hij zegt mensen die kunnen dat ook door minder te eten en te bewegen. Veel eten en bewegen zorgt voor meer celdeling en dus versnelling in de stofwisseling. En in die zin veroudering. Echter is het niet direct zo dat dit tot een langer leven leidt als je dus minder uh, eet en minder beweegt. Ja, ik moet je zeggen dat ik dit, dit is fijn, heel fijn Ik heb dat natuurlijk wel vaker gelezen. Dat zijn die ja. muizen die je, ja. die je licht laat hongeren. Dan worden ze twee jaar ouder dan normaal. Maar je zult toch maar je hele leven niet waar met de bedoeling dus flink oud te worden gehongerd hebben. Geen frietjes gegeten. Geen lekkere roeruitjes gegeten. Geen, geen chocola met zeezout gegeten. En dan, krijg je, dan heb je 52, dus dan krijg je kanker. Dan ga je alsnog dood. Dat heb ik er niet voor over. Nee. Dus ik, ik, ik plan maar, laten we het zo plannen, dat ik, dat ik een paar jaar eerder doodga doordat ik meer te veel friet heb gegeten. Erwin Rommel, zegt hij je naam wat? Nou, het woord Rommel zegt mij maar, van alles, ja. ja. Eén van, van, van de vele competente generaals die jammer genoeg eh, de weermacht had. Ja, er is iemand die zegt: Nu geven zowel Wikipedia als meerdere documentaires over Rommel aan dat hij enorm populair was onder zijn manschappen en het Duitse volk. Daarom had Hitler hem niet publiekelijk ter dood willen veroordelen. In hoeverre klopt dit beeld? En was het een mythische figuur onder de Duitse bevolking? Of is dit mythische beeld zich na Wereldoorlog II verder gaan ontwikkelen? Nou, Rommel was natuurlijk door het de, Derde Rijk zelf enorm omhoog gestoken. En omdat hij natuurlijk met dat Afrika-korps uh, van succes naar succes stelde, hoewel het dan eigenlijk vrij beperkte operaties waren. Uh, ja, had hij toch in de verte iets te maken met die, met die beroemde aanslag van 1944 op Adolf Hitler? En uh, ja, hij schijnt tot zelfmoord gedwongen te zijn. Zo van, als, je het, als je het niet zelf doet, dan doen wij iets verschrikkelijks. En dan kon dus zijn vrouw en zijn kinderen, ik hoop twee zonen had, die kon het allemaal overleven zonder schade. Maar nogmaals, de rommel casus, die ken ik niet uh, zo. Nee. Het was een prima militair. Zoals zoveel van die Duitse generaals echt uh, toplui waren. Oké, okay, maar dat dood veroordelen, klopt dat? Dat wat hij zegt, of weet je dat niet? Nou ja, hij is tot zelfmoord gedwongen, als ik het, uh, mijn herinnering mij niet bedriegt. Oké. Okay wat ook zo of hetzelfde is, maar toch op een hele andere manier. Ja. Ik moest toen ik op die boot stond, nog denken aan wat jij zei van stel dat je naar nou het water gaat en en je raampjes zitten dicht, gaat het dan één? Gaan die raampjes dan open of ja. ontstaat er kortsluiting als ze elektrisch zijn? En twee, wacht met het opendoen van de raampjes tot het, ja. tot het bijna vol is. Want dan ontstaat er boven een soort van, van luchtbel. Schappig, daar moest ik op dat moment dan denken. Jij was bang dat de Texel-stroom, stroomen. welke was het, de dokter-wagenmaker, dat die zou zinken. Nee, even kijken. Ik heb hier die bond nog van. Je moet dan zo'n. Uh, ik vond het grappig dat het, het stond. Het is wel een heel groot ding hoor, die dokter-wagenmaker. Maar het heet dus uh, TESO, Het is Texels eigen stoombootondernemer. Zo is het, ja. ja. Zeker gesticht door dokter Wagenmaker. Ja. Huisarts op het. Maar het is, re, het is geen stoomboot meer? Nee, nee, nee. Het is volgens mij een diesel-elektrische boot. Dat kun je ook wel een beetje horen. Ja. Dus het zijn dieselmotoren die een, een elektrisch aggregaat aandrijven. Ja. Een soort, soort uh, hybride ding is het eigenlijk. Ja. Ik denk trouwens, bij onderzoek naar vier boten in Nederland op basis van. Hoe goed zijn, is de reddingsapparatuur eh, onderhouden en geregeld. Heeft de Teso volgens mij de hoofdprijs gewonnen? Oh ja. Kijk. Ja, dus in het geval dat je weer met die boot gaat. en weer bang bent dat je zult zinken op het Marsdiep. terwijl die boot langzamerhand zo groot is dat die ja. bij wijze van spreken niet meer hoeft te varen. Maar goed. Eh, moet je dus niet in die auto blijven zitten, maar moet je naar boven en moet je naar het dek, dan zie je vanzelf wel dat de ja, dat, dat mocht reddingsapparatuur is. Door COVID moest iedereen. Nee, maar je begrijpt als die zinkende is, neem ja, ik aan. Ja. Dat die mevrouw die altijd in drie talen omroept van. Uh, welkom bij de Theezo. We zijn juist vertrokken. Ja, dat had je al wel gemerkt. Ja. Ja. Mag je niet roken of zo wat? Hè? Maar het is wel fijn dat je, als je naar Ameland gaat, dat doe je er drie uur over, want die moet helemaal door die zandbanken. Maar deze ja, is gaat... in twintig minuten gepiept. Ja. ja. En dan houdt hij nog een heel rustig tempo, want hij kan een stuk harder, kan ik je zeggen. Ja, dat zijn dus inderdaad. Ja, die... En het is dus ook zo dat op het moment dat je aankomt rijden, kun je gewoon bij zo'n loketje in je auto zo'n ticketje bestellen. Ja. Maar bij Ameland moet je helemaal uit je auto en allemaal moeilijk gedoe. Ja, als als je nog vaker gaat, dan kun je een, een elektronisch ticket bestellen. Dan kun je zo doorrijden. Is dat zo? Ja. Had ik opgezocht, dat ik had ik niet kunnen vinden. Oh, maar moet je even kijken. Teso-tickets, weet ik het. Ik geloof ja. dat het Teso-tickets zijn. Ja, ja. En als je wil, dan kun je. De, zelfs daar staat zo'n kantoortje, en dan vraag je zo'n kaartje aan. Ja, je kunt ook wel uh, vast dan 15 tochten betalen. Dan krijg je nog een forse korting. Ja. Je hebt 35 euro betaald, neem ik aan. Ja, dat staat erop, zoiets. Ja, 35 euro. Ja. Ja, zoiets. Kan ja. een stuk goedkoper. Ja. Ja, dat hangt natuurlijk aan Weet je vanaf of je frequent nee, gaat. Nee, dat was nu eventjes voor de Ja, opnaam. ik ben een frequente Tesla-ganger, dus dan is dat is anders. Ja, ja. Natuurlijk. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Ja, we moeten natuurlijk aankondigen waar we het over moeten gaan hebben. Ja, de Maarten heeft natuurlijk een aantal leuke stukken weer, dus daar kunnen we weer iets uithalen. Ja, maar, maar dat is de, nu, de Maarten die kort geleden verschenen is. Nee, dat komt er weer snel. In aanbieding in februari komt er weer een. Oh, lopen we lopen wel op de gebeurtenissen vooruit. Ik moet het, dit grote essay ben ik net aan begonnen. De nieuwe leider in de wereld, begreep ik. U staat er onder andere in. Ik moet het eens even checken. Want de, ja, ik had het, we hebben altijd een Zoom-vergadering. En dan, uh, ik zal even kijken. Dan mail ik je wel als ik een, een onderwerp uitgepikt ja. heb. Dat is leuk. Laten we iets uitkiezen. En dan kunnen we dat. Want kunnen... Eigenlijk gaat mijn essay gaat eigenlijk over, over. Weet je het? Richard Overy. over. Oké, okay, maar daar heb je al heel veel over verteld. Nou ja, dat, ik heb van alles niet verteld. Hij zeker een meesterlijk stuk, vond ik zelf. Over de mythe van de Duitse panzerdivisies. Waarom ze aanvankelijk zo goed waren en wat er tenslotte mis is gegaan. En, ja, misschien mocht men daarin geïnteresseerd zijn. En dan valt natuurlijk je hele vrouwelijke luisterschare. Die denkt: oh god, panzerdivisies, dat moeten we niet hebben. Die willen natuurlijk iets anders horen. Maar ja, die zijn vandaag met die voice wel wel uitgebreid bediend, toch op hun wenken. Ik zal er eens even over nadenken. Okay. Wat het zou moeten worden. Dan komen we erop terug. Ja, we komen erop terug. Ja, dat is altijd dat is het de klassieke van. We nou, hebben geen idee op dit moment. Nee. Maar nee. oké. Okay, Ten wordt de druk zo groot. Wordt vervolgd, dat hoor je ook heel vaak. Hoe nu verder? Maar goed. Ja, dat gaan we doen. Huren auto in New York.